Dag allemaal, welkom bij Schooltelevisie. Weilanden zijn er natuurlijk voor het vee. Toch leefden er ook veel andere dieren. Tot het moment dat de natte weilanden werden drooggelegd. In weilanden moet gras groeien. De boer heeft dat gras nodig voor zijn vee. Hij bemest de weide met kunstmest of gier. Dan groeit het gras sneller. De boer zaait alleen snel groeiende grassoorten die veel mest nodig hebben. Zo krijg je graslanden waar weinig andere planten groeien behalve gras. In zulke weilanden hebben insecten weinig te zoeken. Bloemen met nectar zijn hier niet. Het enige wat je hier aantreft is gras. Eén zee van bloeiend gras. Als ergens weinig plantensoorten groeien, zijn daar automatisch weinig diersoorten te vinden. En weinig diertjes betekent voor een ooievaar weinig voedsel. Hij kan het beter op een graanakker in de buurt proberen. Hier een slakje, daar een vette kever. Een ooievaar is niet kieskeurig. Zelfs een muis mag wel oppassen. In elk geval ruimt deze ooievaar zo heel veel schadelijke diertjes op. Veel natte weilanden werden veranderd in akkers of er werden huizen opgebouwd. De planten en dieren die er thuis horen verdwenen dan. Maar op zo'n nat terrein kun je niet zomaar huizen bouwen. Om een vochtig gebied droog te maken worden er eerst draineerpijpen gelegd. Een graafmachine maakt daarvoor sleuven in de grond. In die sleuven komen de draineerpijpen. Dat leggen wordt ook door de machine gedaan. Door de draineerpijpen stroomt het water naar een afwateringsloot. Zo wordt het overtollige water snel afgevoerd. Kikkers en padden kunnen hier dan niet meer leven. Door de steile oevers stroomt het water snel en sleurt zo de eieren van kikkers en padden mee. Het kan ook anders. Deze pas aangelegde afwateringssloot heeft minder steile oevers en kronkelt zich door het weiland. Het water stroomt nauwelijks en overal ontstaan kleine eilandjes. In zo'n sloot kan kikkerdril zich ontwikkelen en op de eilandjes kunnen vogels broeden. Zo ziet het er een jaar later uit. De slootkant en de eilandjes zijn dicht begroeid. De rode dagkoekoeksbloem bloeit. Er ontwikkelt zich hier een nieuwe biotoop. Deze graafmachine vernietigt geen biotoop, maar maakt er juist een. In de drooggelegde weidegrond worden ondiepe kuilen gemaakt. Daar blijft regenwater in staan. In het voorjaar komen hier kikkers en padden op af om eieren te leggen. En uit die eieren komen straks weer kikkers.
Als na een jaar de vijver is begroeid, krioelt het er van de dieren. Een groene kikker. En waar kikkers en waterinsecten zijn, kunnen ook vogels leven. Ooievaars, een meerkoet en wilde eenden. Het is voorjaar. De hazen zijn druk bezig met hun paargedrag. Een vrouwtje rent voorop, de mannetjes als gekken erachteraan. De kieviet zoekt naar insectenlarven, slakken en regenwormen. Kievieten kun je herkennen aan de naar boven gerichte veertjes op de kop. Even stilstaan om te luisteren. Daar is iets. En daar ook. En zo krijgt hij heel wat beestjes te pakken. Kievieten kwamen vroeger veel meer voor dan nu. Het zijn vogels die thuishoren in moerassen en vochtige weilanden. Die moerassen en weilanden zijn er niet zoveel meer. Een kieviet is dan ook al lang blij als hij niet al te droge weilanden of akkers kan vinden. Alleen daar kan hij genoeg voedsel bij elkaar zoeken. In het broedseizoen zijn het mannetje en het vrouwtje voortdurend vlak bij elkaar. Het mannetje heeft nu alleen maar oog voor het vrouwtje. Het mannetje is groter en de veertjes op de kop zijn langer dan bij het vrouwtje. Om wormen naar boven te lokken, trappelt een kieviet met zijn pootjes op de grond. Het lijkt dan alsof het regent. En als het regent, komen de wormen naar boven. De kieviet hoeft ze alleen nog maar op te pikken. Maar het blijft hard werken. Wormen zijn klein en een kieviet heeft er heel wat van nodig. Als een kieviet voedsel gaat zoeken op de akkers, dreigt er gevaar. Daar wordt soms landbouwgif gesproeid en de vogel krijgt dat vergif met zijn voedsel in zijn lichaam. Natuurgebieden zijn dus veel beter voor kievieten. Daar wordt niet met vergif gewerkt. In het voorjaar gaat de kieviet broeden. Eerst maakt hij een ondiep kuiltje in de grond. Daar komt wat stro of hooi in te liggen, waarna er vier eieren worden gelegd. Vervolgens worden die eieren 25 dagen lang door het vrouwtje bebroed. Het gevaar is groot dat landbouwmachines het legsel verstoren. Een wals of een maaimachine kunnen de eieren of de jongen vernietigen. Het gras mag daarom niet te vroeg in het jaar worden gemaaid. Pas als de jonge kievieten zo groot zijn dat ze goed kunnen lopen, kunnen ze de scherpe messen van de maaimachines ontlopen. Dat geldt ook voor de wulp. Ook dat is een vogel van vochtige gebieden, uiterwaarden bijvoorbeeld. Maar omdat zulke gebieden er te weinig zijn, moet de wulp genoegen nemen met weilanden. Om deze vogel te beschermen, kunnen de boeren beter laat in het seizoen maaien. Dan zijn de jonge vogels groot genoeg om zich in veiligheid te brengen.
Tegen de herfst trekken de weidevogels weg om elders te overwinteren. Maar in het voorjaar komen ze terug naar hetzelfde gebied waar ze geboren zijn. Daar kunnen ze op hun beurt gaan broeden. Alhoewel, dat kan natuurlijk alleen maar als hun biotoop dan nog aanwezig is. Deze zeer schuwe vogel zoekt stille, vochtige gebieden waar genoeg rust is om zijn jongen groot te brengen. Alleen daar vindt de kraanvogel een veilig plekje voor zijn nest en genoeg voedsel. Kraanvogels leggen 2 eieren, die beurtelings door beide ouders worden bebroed. Tussendoor zoeken ze naar voedsel. Na ongeveer een maand komen de kuikens uit het ei. Het zijn nestvlieders. Vrijwel meteen na het uitkomen verlaten ze het nest. Onder begeleiding en bescherming van de ouders zoeken ze voedsel. Ze eten wormen, slakken en insecten. De oudervogel is voortdurend op zijn hoede. In Nederland broeden geen kraanvogels. Je moet ervoor naar Zweden, Polen of Duitsland. Maar ook daar wordt hun biotoop ernstig bedreigd. Vrijwel overal worden de broedgebieden drooggelegd om ze als akkerland te gebruiken. Gelukkig zijn er nog wel geschikte gebieden over waar je nog steeds broedende kraanvogels kunt vinden. Daar beschermen ze hun jongen tegen vijanden en er is genoeg voedsel voor de jongen om snel te groeien. Dat moet ook wel, want ze hebben maar een paar maanden de tijd om van een kuikentje een volwassen kraanvogel te worden. Sterk genoeg om de lange tocht naar het zuiden te ondernemen. In de winter komen er allerlei vogels uit het hoge noorden naar ons land. Daar zijn een heleboel ganzen bij, wel tienduizenden. Hele groepen rotgansen strijken neer op de kwelders. Ze zijn te herkennen aan hun wit achterwerk en aan de smalle witte ring om de hals. Op de kwelders vinden ze hun voedsel. Gras. Rotgansen broeden in Groenland en op kleinere eilandjes in het hoge noorden. Maar in de winter is het daar veel te koud en is er niets te eten. Dan gaan ze daar weg. Met z'n allen gaan ze op zoek naar geschiktere plekken. In Nederland vinden deze ganzen in de winter nog wel voedsel. Als er sneeuw ligt, ziet het er mooi uit, maar voor allerlei vogels zit het voedsel nu onder de sneeuw. Watervogels hebben in de winter grote problemen als het water is dichtgevroren. Een deel van deze vogels trekt dan weg. Maar anderen wagen het erop en blijven. Meestal is dat geen probleem, maar in strenge winters vallen er slachtoffers onder de blijvers. Eenden zoeken naar wat eetbaars. Gelukkig is nog niet al het water bevroren. Drinken kunnen ze dus wel. Veel vogels zijn in de winter alleen bij stromend water te vinden als de plassen en meren zijn dichtgevroren. NTR.